Jawel, een zwaar bevochten punt denk ik. Ja, echt. Ik ben heel tevreden. We hebben keihard gevochten en we hebben een puntje uit de Kuip gehad. Dus ja, gelukkig. Doet je hart het nog? Zo, die ging wel even tekeer hoor. Maar ja, we hebben zo hard geknokt en gevochten en gedisciplineerd. Kans gecreëerd en de eerste 20 minuten begonnen we echt goed. Daarna kwam Feyenoord meer op ons helft. Maar in het algemeen ben ik super tevreden. Einde tweede helft kwamen jullie steeds meer onder druk. Hoe is het dan in de kleedkamer? Nou, ik denk dat iedereen is opgelucht dat we hier gelijk hebben gespeeld ten eerste. En ja, hoe is het in de kleedkamer? Best stil, want iedereen is ook kapot. Maar ja, wel een applausje van de trainer ook en van ons als team dat we hier een punt hebben gevochten. En ja, nu vooruitkijken. Hoe waren de laatste minuten voor jou? Want er waren 6 minuten blessuretijd. Ja, die voelde als 20 minuten. En je hebt minstens zoveel kansen tegengekregen, denk ik. Ja, nee, het was echt spannend. Maar ja, uiteindelijk dwing je dat ook af en we hebben het goed gedaan. En even terug naar het begin van de dag. Hoe was de heenweg? Wat zei je? Hoe was de heenweg? Ja, echt niet normaal. Echt zo mooi. Het stopte maar niet. Bij elke brug stonden gewoon supporters met fakkels en vuurwerk. Dus ja, ze hebben ons echt goed aangemoedigd om hierheen te gaan. Top, dankjewel man.